Pieter Wening van Harkema had een bijzondere prestatie leveren, toch joert de 5e etappe van de Giro d'Italia te winnen. De Rabo-renner kwam 10 kilometer voor de finish alleen nog in kop in de etappe tussen Piombino en Orvieto. En met deze overwinning pakte hij de roze trui en zit aan kop in het klassement van een van de grootste wielerrondes van de wereld. Tot 4 jaar won de Nederlander voor het laatst een etappe in de Giro. De 30-jarige Wening had nu 2 grote etappezegers te pakken. Hij won in 2004 ook al een etappe in de Tour de France.